Dankjewel. Goedemiddag jongens, mijn naam is Erik Lochtenberg. Dankjewel voor de introductie, Roelof, voorzitter van de Vereniging van Registrars. En in die hoedanigheid zal ik jullie vandaag een update geven over onze samenwerking met SDN, over wat we bereikt hebben. En ook een korte introductie geven voor degenen die nog niet weten wie wij zijn. Ik zal eerst kort uitleggen waarom de Vereniging van Registrars überhaupt is opgericht. Met name voor degenen die nog niet eerder met ons aanraking zijn geweest, waarschijnlijk handig om eventjes te weten. En hoe we werken, wat is de structuur van de VVO, hoe zit het in elkaar? En wat willen we bereiken? Daarbij zal ik ook aangeven wat we inmiddels hebben bereikt. Roelof nam er een paar voorbeelden van. Ik zal daar nog een paar meer voorbeelden van noemen. Maar eerst even een kort stukje geschiedenis. Waarom is de Vereniging van Registrars opgericht? Ik moet dan terug naar de periode 2006 tot 2008. In die tijd leefde er onder de registrars toch wel de nodige ontevredenheid over SDN. Hoe zaken liepen. Bepaalde operationele zaken waren slecht voor elkaar. We hebben nu het comfort van een domeinregistratiesysteem wat gewoon echt goed werkt. Daar zijn we heel blij mee. Maar dat was in die tijd niet het geval. Er werden nieuwe versies geïntroduceerd die erg instabiel waren. Domeinregistratie was op een gegeven moment vaker niet beschikbaar dan wel. Daar was veel ontevredenheid over. Er was ook een ontevredenheid over uitbreiding van takenpakket van SDN buiten.nl. Waarvoor eigenlijk weinig concrete aanleiding leek en die ook niet per se allemaal even succesvol waren. Ik noem hier Enum als voorbeeld. Ja, daar hebben registrars toch zeker ook in die tijd een vervelend gevoel over gehad. Waarom worden dat soort dingen gedaan met dat geld dat bij elkaar is gelegd om .nl domeinnamen te registreren. En wordt zeker niet terugverdiend, zou ik maar zeggen. Maar ook bepaalde marketingacties waarvan de vraag was, is het nou nodig? Waarom worden we daar als registrars ook niet echt bij betrokken? Nou, dat laatste was wel antwoord op. Er was een raad van deelnemers, maar die was in die periode opgeheven. Daar moet je nog weer wat verder in de geschiedenis duiken om te kijken waarom dat zo was. Maar er was ooit een raad van deelnemers, die is opgeheven. En in de jaren daarna hebben registrars geen manier gehad om zich te laten horen bij SDN. Dat gebeurde dus ook niet, dus er was eigenlijk vrij weinig dialoog met SDN. Nou, zo ontstond het idee van daar moeten we wat aan doen. Daar moet een nieuwe vorm voor komen en die vorm moet ook beter zijn dan de Raad van Deelnemers oorspronkelijk was, om te voorkomen dat die weer als een nachtkaarsje uitgaat. En zo is de Vereniging van Registrars opgericht. Daar is een samenwerkingsovereenkomst met SDN gesloten. Roelof verwees daar al even naar. En in die samenwerkingsovereenkomst zijn een aantal dingen wat harder vastgelegd, waardoor we ook het gevoel hebben dat de Vereniging van Registrars meer kan bereiken dan de Raad van Deelnemers oorspronkelijk kon. En daar komt ons nut vandaan. Er is oorspronkelijk een initiatiefgroep opgericht om die Vereniging van Registrars voor elkaar te krijgen. Een aantal grote partijen, maar ook aansluiting met ISP Connect en ISP Belang. Op dat moment de partijen in de markt die zich al een beetje verenigd hadden. Om een proces te beginnen om meer invloed te krijgen op SDN. Dat is gelukt. Die statuten, daar staat ons adviesrecht in. Er is een budget gekomen, dat heeft Roelof net ook nog laten zien. Er gaat gewoon echt wel wat geld van SDN naar die vereniging toe, waardoor we ook kunnen opereren, juridisch advies kunnen inroepen enzovoorts. Een lid in de Raad van Toezicht mochten we in ieder geval aandragen en hebben we inmiddels gedaan, is ook feitelijk benoemd. Op 30 juni 2011 is de VVR in de huidige vorm met het huidige bestuur geïnstalleerd tijdens de eerste ALV. We hebben een duidelijke visie wat we willen bereiken. En die visie die is gebaseerd op hetgene wat het registrarveld ons heeft verteld. Daar kom ik straks overigens nog even op terug. SDN moet zich enkel en alleen bezighouden met registry kerntaken. Dat is een tamelijk ongenuanceerde mening. Er is meer aan dat verhaal en dat zal ik straks toelichten. Want ik denk dat de kracht van onze mening juist in die nuance ligt. Maar de hoofdlijn is dit. SDN moet zich enkel en alleen bezighouden met registry kerntaken. En die mening die wordt breed gedragen in het registryveld. We hebben in de afgelopen paar weken een onderzoek laten doen door TNS Nipo onder alle registrars. Een groot aantal daarvan heeft ook daaraan meegedaan. En een grote meerderheid zegt dat klopt. Zelfs al tegen zo'n vrij ongenuanceerde mening kunnen we gewoon ja zeggen. Ja, SDN zou zich moeten focussen op haar kerntaken en moet zich in principe niet inlaten met wat daar buiten plaatsvindt. Een kleine minderheid zegt nee en een nog iets kleine minderheid zegt SDN. Wie is dat?
Maar goed. Even op een rij. Wat zien wij nu als de vier kerntaken van een registry? Wat is nou hetgene waar wat ons betreft SDN zich op zou moeten focussen en ontzettend goed in zou moeten zijn? Dat begint natuurlijk met de registratie en mutaties van de domeinnamen administreren. Puur administratieve taak. Er zit ook een technische taak aan. Het ontsluiten van informatie via de Whois-service, via de Is-service. En natuurlijk het aanbieden van DNS-resolving, zodat die domeinnamen kunnen worden gevonden bij IP-adressen. Derde punt zijn naming policies. Wat voor domeinnamen kun je nou eigenlijk registreren? Mogen numerieke domeinnamen wel of niet? Dat zijn vraagstukken waar een registry zich mee bezig moet houden. Dat is een kerntaak. En een geschillenregeling voor als er meerdere partijen zijn die dezelfde domeinnaam willen registreren. Dan moet je ergens kunnen aankloppen. Dat is bij de registry waar dat gebeurt. Dit zijn zaken die doet SDN ook. Op dit moment doet SDN die ook gelukkig erg goed. Daar zijn we tevreden mee. Dat moet ook zo blijven. Maar dit is wat ons betreft dan ook de kern waar het bij moet blijven. Nou, ik zei net al, de mening is iets genuanceerder. Het is niet per se zo dat dit het enige zou hoeven zijn, maar dat is het uitgangspunt. Wat ons betreft is het zo dat als SDN, even voor duidelijkheid, we hebben nu een adviesrecht, een vrijblijvend adviesrecht. Wij mogen over alles wat SDN bezighoudt als registrars vrijblijvend advies geven. Dat doen we ook. Sommige van die adviezen worden overgenomen. Ik zal straks ook laten zien welke van die adviezen zijn overgenomen, wat we daarin bereikt hebben. Maar andere worden ook naast zich neergelegd. Wij vinden dat daar een verandering moet plaatsvinden. Als SDN graag activiteiten wil ontplooien die ver buiten die kerntaken liggen, dan zou dat prima kunnen als dat in overleg met de registrars akkoord is. Registrars financieren met elkaar ook dat hele SDN. We mogen best gewoon aangeven, zijn we daar mee eens, ja of nee? Daar moeten we naartoe. Ik heb een voorbeeldje, of een rijtje met activiteiten neergezet die SDN zoal nog meer heeft ontplooit. En je ziet een uiteenlopende rij problemen met de taken die ze zoal extra op het bordje hebben genomen. Sommige daarvan zijn heel positief. En dan zouden we zeker willen dat iemand zoiets doet, zoals DigiVeilig. Maar de vraag is, en die vraag wordt op dit moment niet echt gesteld, en daar zouden we over moeten overleggen. Is SDN nou de partij die dat moet doen? Is het niet zo dat daar bijvoorbeeld een hele maatschappij van profiteert, dus dat dat eigenlijk een overheidstaak is? Andere zaken, zoals bijvoorbeeld die eerste, die marketingacties om een merkvoorkeur voor .nl te krijgen. Daarvan is ook de vraag, is dat nou in het registrar belang? De meeste registrars in de zaal registreren niet alleen .nl domeinnamen, maar registreren bijvoorbeeld ook .com of .be. Vinden jullie het daadwerkelijk belangrijk dat een klant .nl registreert in plaats van een .com? Een hoop registrars zouden het prima vinden als een klant in ieder geval maar bij hen dat domeinnaam registreert, ongeacht welk domeinnaam dat precies is. Dus die specifieke marketingactie, misschien zouden we het een goed idee vinden, misschien niet. Nu wordt die vraag niet gesteld. Wij vinden die vraag zou op zijn minst gesteld moeten worden. Andere acties, zoals bijvoorbeeld die iPhone-app, daar kom je op het punt van concurrentie. En er is een iPhone-app door SDN gelanceerd, waarbij Whois informatie kan worden opgevraagd over domeinnamen. Maar die is geïntroduceerd nadat er een paar registrars zich hadden onderscheiden binnen de markt door zelf zo'n iPhone-app te maken. SDN echter had een mooiere, want die van hen kon rechtstreeks op hun database werken en had een aantal features die registrars niet eens konden aanbieden aan hun klanten. Zoals zoeken met bepaalde wildcards en het volgen van bepaalde domeinnamen. Valse concurrentie volgens sommige registrars. Dat gevoel kun je wel indenken. Nou, zo gaat dat verder. Er zijn een hoop taken die op het bordje van SDN zijn gekomen in de afgelopen periode, waarvan wij zeggen, ze zijn niet noodzakelijkerwijs niet goed. Misschien zijn ze wel goed, maar we willen daar in ieder geval in overleg over zijn. En dat is niet bij deze dingen gebeurd. Voor de duidelijkheid, dit is hoe wij zeg maar op dit moment werken. En voor met name de operationele taken werkt dit gewoon ook erg goed. Dus op zich een prima systeem. We hebben regulier en constructief overleg met SDN. Roelof heeft dat ook net aangegeven, dat klopt. Twee keer per jaar zelfs, inclusief de Raad van Toezicht. En zo'n meeting hebben we ook al gehad. Dat is waar Roelof net aan verwees, het overleg over de strategie van SDN. Dat hebben we inderdaad. Wij raadplegen de achterban. We hebben algemene ledenvergaderingen. Jullie kunnen ons bereiken. We zijn op alle conferenties die ertoe doen.
We bezoeken ook andere registries. Hè. Er zijn andere landen waar ze het op een andere manier aanpakken. In Duitsland, in België. Het is niet gek om daar naar te kijken. We gaan er ook fysiek op bezoek om eens te zien van... Hey, kunnen we daar lessen van leren? We verdedigen op die manier de belangen van alle registrars, groot en klein. Dat is ook de samenstelling van de initiatiefgroep geweest destijds. Hè. Grote en kleine partijen bij elkaar. En we geven gevraagd en ongevraagd advies. Dit is de inrichting van de VVR op dit moment. Zodat je daar een beetje een beeld van krijgt. We hebben een bestuur en er zitten drie commissies aan vast. Die commissies die bestaan uit mensen die voor de oprichting van de VVR al in de klankbordgroepen zaten. Dat werkt erg goed. Bestuur bestaat uit deze zeven mensen. De meeste daarvan zitten hier in de zaal. En de commissies, dat zijn drie: markten, communicatie, techniek en juridisch. Die bovenste twee die waren al in de vorm van een klankbordgroep aanwezig. Die werken goed samen met SDN en die bereiken ook een hoop operationele zaken op het gebied van bijvoorbeeld bij techniek, DNSSEC, EPP-interface. Buitengewoon intensief samengewerkt met onze commissie en ook de nieuwe webinterface die is gelanceerd. Wordt erg veel overleg met zo'n techniekcommissie gepleegd. Zo is eventjes drie punten genoemd die wij recentelijk bereikt hebben tot nu toe. SDN heeft een service level statement opgesteld, waarin eigenlijk van alle processen die er zijn, is omschreven, ook gewoon kwantitatief. Wat mogen we daar nu verwachten? Responstijden, binnen hoeveel tijd moet een bepaald verzoek van ons verwerkt worden? Hoe snel wordt de telefoon beantwoord? Een hoop van die zaken waren natuurlijk al wel geregeld. SDN is redelijk goed procesmatig ingericht. Maar dat is nu samengevat in een service level statement, waardoor we als registrars veel makkelijker kunnen zeggen, nou, we zouden het hier een beetje meer, daar een beetje minder prettig vinden. Dat is een belangrijke achievement om vooral het operationele deel echt op onze wensen te kunnen tunen. We hebben een lid in de Raad van Toezicht aangedragen, die is ook benoemd, Willem van Waveren. Rolf noemde het net al. En dat vijfde kwartaal, ja, dat was al sinds de oprichting van de VVR echt een belangrijk doorn in het oog van een hoop registrars. Dus daar zijn we krachtig mee aan de gang gegaan. En daar zie je ook dat de samenwerking met SDN op zo'n vlak erg goed functioneert. Want dat is gelukkig nu dus aangepakt. En per 1 januari gaan we over op het systeem wat Rolf net noemde. Wat kun jij doen om ons verder te helpen? Wij willen een actieve betrokken VVR zijn. En daar hebben we jullie als achterban voor nodig. Je hebt je laten horen op het gebied van de strategische keuze. En dat is een ontzettend belangrijk draagvlak waarmee we in de discussie met SDN verder kunnen komen. Heb je verder nog een mening? Geef die aan, spreek ons aan, denk met ons mee. Kom met suggesties, want je ziet dat de dingen die we horen van het registrarveld, die ons met een grote meerderheid worden verteld, worden gevraagd van regel dat voor ons, die regelen wij ook en die krijgen we ook voor elkaar. En op het front waar we tot nu toe nog niet voor elkaar hebben gekregen, hebben we nu dankzij jullie deelname aan dit onderzoek ook, dankzij het uitspreken van ja, we vinden dat daar wat aan gebeuren moet, weer extra draagvlak om in die discussie verder te komen. Je kunt ons erg makkelijk bereiken. Mij persoonlijk, erik@verenigingvanregistrars.nl. Maar natuurlijk kun je het hele bestuur ook bereiken via bestuur@verenigingvanregistrars.nl. Om zo je mening aan ons door te geven of actief met ons mee te werken. Zijn er vragen? Ik denk dat de microfoon onderweg is. Ik ben niet zo heel goed in kunst en zo, dus ik was geïntrigeerd door jullie mooie nieuwe logo. Ja, nou. Maar er zit vast een verhaal achter, dat hoor je wel vaker met kunst. Is er een verhaal achter het logo? Wat betekent het? Wat een buitengewoon goede vraag stel je daar. Het logo is een artistieke uiting van een grafische vormgever die vond dat dit een mooie manier was om wat zichtbaarheid te creëren. We vinden het belangrijk om... de vormgeving een beetje consistent te hebben. En daar heb je een mooie huisstijl voor nodig. Er is niet een gebrek wat wordt gesymboliseerd door de hap uit de cirkel. Nee, dat valt alweer mee. Wido. Ja, Erik, bedankt. Ik heb niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking. Dat heb ik ook al eens vaker naar leden uit besturen gedaan. Mm-hmm. Ik vind namelijk dat jullie afgelopen jaar je harder hadden moeten inzetten met communicatie met mensen hier in de zaal.
Je hebt in je presentatie heel duidelijk aangegeven dat jullie veel en vaak met SDN overleggen. Ik mis dat richting registrars. Mm-hmm. Ik denk ook dat de VVR het risico loopt dat de registrars zich niet vertegenwoordigd gaan voelen als er niet wat aan gedaan wordt. Ik heb het vaker gemeld en ik wil het hierbij nog een keertje doen. En ik denk, wellicht wordt de mening ook gedeeld door anderen. Dat weet ik niet, maar. Ik kan me voorstellen. Dankjewel voor je opmerking, Wido. Ik wil wel kort, ondanks dat het geen vraag was, maar een opmerking, een korte toelichting geven. Het is inderdaad belangrijk om te communiceren met onze achterban. Daar zetten we ons voor in. Maar ik ben met je eens, het is lastig. We hebben een kleine 1800 registrars. De meeste daarvan zijn niet heel gemakkelijk bereikbaar. Bijvoorbeeld het onderzoek wat we nu hebben gedaan over die strategische vraag die we gesteld hebben. We hebben gewoon letterlijk het hele ledenbestand laten ondervragen door TNS Nipo. Daar zijn uit mijn hoofd in de orde van 350 feitelijke responsen opgekomen. Terwijl gewoon het hele ledenbestand feitelijk gewoon gebeld is. Ze hebben gewoon ieder telefoonnummer in die lijst gebeld. Dus het is een lastig ledenbestand om goed ermee in contact te komen. Overigens was dit een bovengemiddeld resultaat, hoor. Ik bedoel, als je normaal zo'n onderzoek doet, dan krijg je er nog minder. Dus het was nog niet eens zo beroerd. We hebben net onze nieuwe site gelanceerd, waar ook een deel komt waar de leden kunnen inloggen om zo tot gevoelige informatie, toegang te kunnen krijgen. En we hopen op die manier ook online het makkelijker te maken om discussie met ons te voeren. Daarnaast bezoeken we registrars. Het is erg lastig gebleken in de afgelopen periode om feitelijk afspraken te maken met registrars om tot die bezoeken te komen. We hebben nu net een bedrijf ingezet die daarin gespecialiseerd is en die gaat gewoon voor ons concreet bezoeken inplannen. Want we hebben namelijk twee bestuursleden, Arno Vis van OpenProvider en Mark de Wild, die in principe als rol hebben om al die registrars te bezoeken. En dat is op dit moment nog niet heel veel gebeurd, omdat het dus lastig is om feitelijk die afspraken voor elkaar te krijgen. Daar gaan we wat aan doen. Of dat hebben we dus nu op deze manier opgelost. Dus ik hoop dat je van ons meer gaat merken in die zin. Overigens, als je verder zelf nog extra tips hebt over hoe je dat vormgegeven zou willen hebben, dan heb je mijn... kijk eens aan, dankjewel. Erik, ook even een vraagje. Ja. Je zegt van, we hebben alle registrars benaderd met een mail. Ja, de mail hebben we gezien, maar daarna hebben we niks meer gehoord. Dus ik wilde eigenlijk vragen of jij kan achterhalen, zometeen wil ik me even met je in overleg, wie daar dan voor benaderd is binnen ons bedrijf, want wij niet in ieder geval. En ik denk dat er wel meerdere registrars zijn misschien, die ook helemaal niet benaderd zijn. Dus... Ik heb geen idee. Ik zou dat met de jongens van TNS Nipo kunnen overleggen. Maar misschien Graag. Is het niet gek om straks eventjes contact te hebben. Zodat we kunnen afstemmen welk telefoonnummer dan Doen we. Het correcte is. Dankjewel. Hoi, jullie hebben inderdaad wel een instrument dat zo af en toe gebruikt wordt om contact met ons te zoeken. Jullie hebben een mailinglijst. Ja. En Klopt. Ik heb zo af en toe een mailtje voorbij zien komen. Vooral bij de benoeming van een nieuw lid van de vereniging. En het aankondigen van de ALV. Mm-hmm. Deze lijst met punten die je aanhaalt, vind ik een belangrijke lijst met punten. Alleen voor mij was dit de allereerste keer dat ik zoiets heb gezien. Mm-hmm. En het lijkt me dat deze punten al dus een jaar of langer bij jullie spelen. Ja. Kunnen deze punten dan niet over die mailing worden verspreid? Of mijn secretaris even aankijken. Ik heb het gevoel dat het al gebeurd is. We hebben die punten natuurlijk allemaal op onze site gezet. Verenigingvoorwetenschaps.nl, die kun je ook bezoeken. Ja, maar... En daar hebben we denk ik een nieuwsbrief over verstuurd. Ik kan je het niet met 100% zekerheid zeggen welke punten daar precies wel niet in staan. Maar je punt is in ieder geval duidelijk, je wil dat graag. Nou, ik kan me dus vinden in zijn punt dat ik me niet vertegenwoordigd voel, omdat ik niet zo goed weet wat er gaande is. Mm-hmm. En het heeft te maken met het verschil tussen push- en pull-informatie. Ik ga niet elke dag naar die website toe om te kijken of er een nieuw puntje is, terwijl jullie de faciliteit hebben om mij te bereiken. Mm-hmm. En ik wou even aangeven dat dit misschien een goede faciliteit was om wat meer gebruik van te maken. Voor jou werkt dus in ieder geval de mailinglist wel goed, wil je zeggen? Als ik hem krijg, wel, maar dat is te weinig. Dankjewel. Bijval hoor ik.
Ja, ik wou toch even de moeilijke vraag stellen, omdat wij dan ook nog ergens in detail kunnen zien waar dat die niet onaardige 168.000 euro, geloof ik, het afgelopen jaar naartoe gegaan zijn. Ja. Ik vermoed onder andere naar de nieuwe huisstijl, maar ik weet ja, niet ook. Zeker ja, of ja, ja. dat ik daar mijn 80 euro die ik bijgedragen had, dan in wilde investeren. Mm-hmm. Ja, goede vraag. We zijn een vereniging, hè? Vereniging van Registrars, dus wij hebben een algemene ledenvergadering waarbij de begroting moet worden goedgekeurd door de leden. Dat is ook gebeurd, daar ben je ook voor uitgenodigd. Ik meen niet dat ik je gezien heb bij de ALV, dat is jammer, want dan had je precies de gedetailleerde uitleg hierop gekregen. Het is in ieder geval zo dat ieder lid die informatie gewoon zo bij ons kan opvragen en dat kan krijgen. Dus als je onze begroting wilt zien of onze jaarcijfers van het afgelopen jaar, dan kunnen we die zo naar je toe mailen. Dus schiet mij straks eventjes aan, dan wissel even je e-mailadres uit en dan krijg je die informatie allemaal. Als daar behoefte aan is, zetten we dat op de mailing. Dus we hebben overigens op de laatste ALV te horen gekregen van onze leden die daar aanwezig waren, dat er behoefte was aan een kascommissie. Dus we hebben een kascommissie en die gaat zelfs echt op het bonnetjesniveau nog eventjes te spitten, want kennelijk was daar behoefte aan. Dus meld je voor mij wat aan voor de kascommissie, dan weet je het tot op de laatste cent nauwkeurig. We zijn volledig transparant in dat opzicht. Sebastian. Hey, ik heb van een aantal mensen gehoord dat ze wat ontevreden zijn over de communicatie vanuit de Vereniging van Registrars. Ik begrijp dat wel. Ik heb zelf ook wel eens wat dingen gemerkt waarvan ik denk van ja, had ik toch zelf graag willen horen dat ik daar niet elke keer naar moet vragen. Ik hoorde wat applaus net rechts toen er wat gezegd werd. Ik wil daarin toch ook een stukje verdedigen. Want ik merk wel dat de drempel wel heel laag is bij de Vereniging van Registrars om je input te geven. En ik heb dat zelf ook vaak gedaan en we doen dat vanuit de commissie ook. Maar niet alleen vanuit de commissie. Als ik zelf een keer ergens mee zit en ik denk, joh, ik heb daar een vraag over en ik wil dat bespreekbaar maken, dan heb ik wel heel erg gemerkt dat die drempel heel laag is. En op het moment dat je het hier aangeeft dat je het er niet mee eens bent, dat begrijp ik wel. Maar ik zou toch ook iedereen willen uitnodigen om op het moment dat je ergens mee zit, om het ook echt bespreekbaar te maken. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben vanuit de vereniging. Of je dit vooral nu hier hoort of dat je ook wel regelmatig vanuit het veld die feedback krijgt. Nee, we krijgen niet vaak feedback vanuit het veld. Nee, daar moet je echt om vragen en aan trekken. En dat is ook een van de redenen waarom we aan SDN hebben gevraagd van, geef ons op deze relatiedag ook maar eens eventjes het podium voor een tijdje. Want het valt ook inderdaad niet mee om met de leden goed te communiceren. Althans in ieder geval niet zo dat de leden daar volgens ook tevreden over zijn. Daarom zeg ik ook, hebben jullie concrete ideeën? Dan graag. En ik ben blij dat je beaamt dat in ieder geval de vereniging erg laagdrempelig is. Voor als je wel in ieder geval iets wilt melden, je kunt je melden. Je krijgt ook gewoon daadwerkelijk een van ons te spreken. En we omarmen iedere feedback die we krijgen. Toch, ja. Maar ik denk wel dat het wel inderdaad een terechtpunt is. En dat hoor je wel in de zaal, dat jullie wel wat vaker zelf die feedback zouden kunnen vragen. En op het moment dat je dat dan doet en je ziet, de mensen merken ook dat het gebeurt. Dan denk ik dat mensen nog sneller bereid zijn om zelf ook hun feedback te gaan geven. Dankjewel. Anders nog? Dan denk ik dat de pauze zo is. Wil jij die nog aankondigen, Roelof? Of volstaat mijn aankondiging daarvan? Zal ik dat maar doen? Doe je ding. Mijn hele ding. Nou, dat ik vrees dat ik daar niet helemaal aan toe ga komen. Dankjewel, Erik. Nou, ik neem aan dat wat jullie hebben gepresenteerd net, aan de hand van jullie onderzoek, dat we daar een advies over krijgen, nog. Het is denk ik wel goed om te weten dat het nu is dat wij de resultaten horen. Ik ga er ook niet uitgebreid op reageren, dat lijkt me niet de beste plek, ook niet het beste moment. Er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, daar zullen wij eens even goed over na moeten denken. Er zijn wel een paar dingen die ik toch, dan maar even om te voorkomen dat jullie denken dat we het er helemaal mee eens zijn, wil neerleggen. Of is dat niet nodig? Nee, maar serieus. Ik heb Erik een aantal dingen horen zeggen van, nou ja, daar denken wij toch echt wel essentieel anders over. En ik begrijp waar jullie vandaan komen. Maar ik hoop ook dat wij duidelijk kunnen maken hoe wij erin zitten. Omdat het belangrijkste is daarbij in eigenlijk, wij hebben meerdere belanghebbenden dan de groep registrars. Jullie zijn onze belangrijkste klantengroep. Daar zitten zo'n 2 miljoen domeinnaamhouders achter, gemiddeld. Daar hebben we ook een overeenkomst mee. En die leveren een dienst. En die dienst heet Resolving.
En daar betalen ze voor. Daar betalen ze ons niet direct voor, maar dat doen ze via de registrar. Dat is het tweede punt. Daarmee vind ik, wij registrars financieren SDN, vind ik een beetje te simplistisch. Want er zit een hele groep achter voor wie wij een dienst verlenen. En we verlenen jullie ook diensten. En dat is de primair, dat is wat jullie zien. Maar we verlenen jullie klanten ook een dienst. En zonder die dienst aan die klanten werkt het toch niet. Maar er zijn meer stakeholders dan de domeinnaamhouders en de registrars. En dat is die lokale internetgemeenschap, waarvan gewoon echt in RFC's is vastgelegd dat de registry de belangen van die groepen moet dienen. En dat is de reden waarom wij ook geld uitgeven, wat wij verdienen met onze resolving- en registratieactiviteiten, om het internet in Nederland veiliger te maken, om dat .nl-domein veiliger te maken, maar ook het internet in algemene zin. En dan kunnen we zeggen, maar als iedereen dat gebruikt, moet de overheid dat toch doen? Ja, dat is een discussie waarvan ik denk, nou ja, misschien moet ik verwijzen naar de meneer van de Kaalp. Die aangaf, dat redden wij niet in ons eentje. We hebben die sector nodig om ons daarbij te helpen. En ik denk dat we in het internet net even wat te vaak zien, dat we tegen de overheid zeggen, je mag je er niet mee bemoeien, maar als er problemen zijn, moet je wel oplossen. Die combinatie gaat niet zo goed samen. Wij zijn van .nl bij SDN. Dat jullie ook .com doen, ja, dat lijkt me verstandig. Maar ik kan me toch voorstellen dat er begrip is voor het wijd, dat wij daar toch iets minder vrijblijvend in zitten. Dat wij willen dat het belangrijkste internetdomein in Nederland het .nl-domein is. En voor een deel zal het eigen belang zijn, want ja, als het niet zo is, dan moeten we gaan reorganiseren, mensen gaan ontslaan en zo. Maar het heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat we het verdomd goed willen doen. We hebben die verantwoordelijkheid gekregen van de Nederlandse internetgemeenschap, om dat voor de Nederlandse internetgemeenschap zo goed mogelijk te doen. En juist die verantwoordelijkheid nemen wij ontzettend serieus. En ik begrijp het signaal, wij zijn commercieel bij registrars, dus als het nou een halve euro goedkoper kan en jullie doen al die dingen niet, doe ze dan maar niet wat ons betreft. Maar ik hoop dat jullie het signaal begrijpen van andere stakeholders, nou, als het aan ons ligt, doe ze toch maar wel. We kunnen niet alleen ons laten sturen door het commerciële belang van jullie. Daarvoor zijn we juist een not-for-profit onafhankelijke organisatie. Om te zorgen dat we die belangen van alle gebruikers zo goed mogelijk dienen. Daar wou ik het even belaten, maar ik hoop dat daar begrip voor is. Maar we krijgen jullie advies. Ik neem aan dat dat publiek wordt en dan zal onze reactie ook publiek zijn. Maar ik zou jullie ook willen aanraden om terug te denken over wat ik net zei. Heel veel van die dingen die we doen waarvan de notie van de VVR dan is, dat doen ze met ons geld, gaan over dingen dat als we ze goed doen en zeker als we ze met elkaar doen, zijn ze wel degelijk in jullie commerciële belang. Alleen je moet net iets verder kijken dan de dag van morgen. En de portemonnee van vandaag. Want er zijn investeringen in de toekomst. Oké. Dank jullie wel. Nou, dan is het uur alweer voorbij. Jee, wat ging dat snel. Dank je wel, Erik.